Mensen maken dit zien omdat dit nij is. Omdat dit oors is. Ik ken geen merken dat op deze manier verteld wordt. Ik denk dat wij nog in 20% van het stik skreun hebben, wat net door de jongeren zelfs bedacht is. Dus dit is alweer hun werk. Zij hebben dit merken, zij maken zodat het nou is. Zeg, Van Rijkenvorsel, makker, prezes. Hoe voelt dat nou? Nou, dat zal ik je zeggen. En het is echt wurg om zin te kennen wat Ben van het wurg al je wonen betinken kennen als de vrijlist. Mijn naam is Brendan Bastiaan Besseling. En dit is mijn verhaal. Over liefde gesproken. Kijk eens even, kijk eens wat hier langs komt lopen. En dat huppelt hier over de dansvloer als een jonge hinde in het open veld. Een jonge hinde. Hé hertje, kom eens hier. Hertje, wat is jouw naam? Wij spelen Bellen in het Beest in deze tijd. Bellen in het Beest speelt in uw verhaal in een studentenvereniging. Als je mij ziet zitten, mag je me best Bambi noemen hoor. Toch even normaal, Glazenburg. Ze is net dat die drop aan de smol besopen is. Dit is de scène van het nieuwe bestuur. En vanzelfs heeft een feestje. Want dat doen we op het studentendispuut altijd. Ze is dood. Kist ons even daar staan. Of heb je wat te drinken voor mij? En op dat feestje, dan probeer het Besseling. Die probeert het al je famkes te versieren. En dan komt er een famke en die zegt in hem van, hé, maar ik ben toch een vriendinnen, wij hier in toch verkering. Dan maken ze het uit. Uit, maatje, om het uit te maken, maar dat is een onwestaat. Dan betjust helemaal niks voor mij. Niks, nakkes, nada. Haast krijgen ze al oren nog een kaart van mijn huis, omdat ik ze nou en dan in nou oprotte. Oh my god! Nou, het vindt zij net heel leuk. Vindt zij helemaal het leuk. Dat kwetst haar verschrikkelijk. Als ze nu net gauw indimst, hè? Nou, dan wat? Dat recht haast ook net. Dat maakt ze ook net dwang. Ah, bro, dat weet je wat haast ook dier! Op een keer, Thij! Giet het? Ik weet het wat ze dier. Verdomme, dat brood! Kom, we moeten hier wij. Lid is een dokter op psychie of zo. Ik ben alle studenten die dronken binnen elke dag, net studeren eigenlijk. Zelfs bij normaal, want het is net echt het oude bellend beest in het kasteel. Het is nou op studentenvereniging. Wij hebben een studentenvereniging gepakt, omdat dat juist een plak is waar het heel erg draait om status. En mijn huid is advocaat en die het hier invloed. En ik ben dit en dit is mijn naam, dus ik ben belangrijk. Daarom vonden we dat een heel mooi plak om juist dit verhaal afspelen te laten. Tja, daar is de Lietsebeer en daar is de Polster. Ja, ik vind het zeker een mooi stik, omdat het toch echt bewijs is dat de arrogante klootzak, als het hem verroren is, ik heel leven bij zijn en leefde ik in vielen. Ken het eens? Wat? Dat er altijd in dezelfde richting zit. Ik bedoel, we draaien toch schoen? Klopt het, maar we draaien immers schoen om een denkbeeldige as. Ik denk dat meestal heel gelukkig hier waar ik kom, omdat wij zijn schinlid hoe het ik ken. Dat ze denken van ja, zak in het dus ik. Ik al is het al je net leuk en liek het al je hartstikke mis te gaan. En ben je alles kwijt wat je ooit hing. Als je echt bij je dicht bij jezelf bluwen en oprecht binnen en eerlijk binnen, dat dan alles goed komt kennen.